En de stopmethode, dat is de methode die ik hier hanteer, waar ik hiermee treed, is eigenlijk een treedmethode van vaste punten, vaste afspraken. Je zou hem zeg maar heel gestructureerd kunnen toepassen. Hier stap ik in, daar stap ik uit. Hier stap ik in, hier doe ik een bijkoop, daar stap ik weer uit, hier zet ik een stop, daar doe ik dit, daar doe ik zus, daar doe ik zo. Zo kan je met die stopmethode omgaan. En wat er dan omheen gebeurt, hoef je niet eens te zien. Kijk je niet eens na, je hoeft niet eens te weten wat iets is, waarom het zo reageert, waarom het zo doet. Die stopmethode die werkt wel. Maar het zou beter zijn als jij leert begrijpen waarom je hierin stapt. Waarom je hierbij koopt. Waarom je hier verkoopt. Waarom je hier een stop zet. Als dat plaatje voor jou steeds completer wordt, ga je ook steeds beter begrijpen hoe deze manier van traden in elkaar zit. En ga je ook steeds beter worden in deze manier van traden. Yes, dus je kan hem echt heel erg met oogkleppen op echt punt, 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 punt gaan volgen. Maar je kan die oogkleppen ook afdoen, breder gaan kijken, proberen te lezen. Wat zie je nou eigenlijk in je scherm? En dan gaat het steeds beter, beter, beter. Maar dat is de ervaring en daarom zeggen wij eigenlijk altijd 1000 trades. En 1000 trades is niet een magisch getal van, oh ja, bij 1000 weet je het. Maar we weten gewoon een hobby trader, die doet er ongeveer tussen een half jaar en een jaar over om 1000 trades bij elkaar te traden. En we weten gewoon ook dat je gewoon die periode nodig hebt om te leren traden. Je leert dit niet in een week. Je leert het niet in één clinic. Je leert het niet in een maand en je leert het ook niet in een half jaar. Hier gaat echt wel langer overheen. Maar dat maakt niet uit, je mag leren. En leren mag ook heel erg leuk zijn. En je mag tijdens het leren ook winst maken. En je mag tijdens het leren ook verlies maken. En ook al heb je het geleerd, ga je ook nog verlies maken. Want dat hoort er nou gewoon eenmaal bij. Dus